Dit is hem dan, de rups van de buxusmot. Het lijkt een onschuldige rups, maar als je niet oppast, vreet hij zo al je buxusplanten op. Wat is gebeurd bij de familie Verlinde in Sluiskil? Godverdomme, onze buxussen die gaan allemaal kapot. Dat was ook een soort verhef, dat mocht je erop spuiten, dus dat hebben we erop gespoten. Maar dat hij geen resultaten had. En daarom zag Verlinde nog maar één oplossing. Uitdoen, naar het stort brengen en op het stort naar de verbrandingsoven laten brengen. En dan ben je er vanaf. Ook zijn vrouw is niet gecharmeerd van de rupsjes. Het is gewoon vies. Ze zit overal. En je trapt het dood en je hebt een vieze plek op je tegels. Dus het is gewoon smerig. Het beestje vreet zich door de hagen en struiken heen vanaf april tot eind oktober. De buxusstruiken van Verlinde gaan in ieder geval naar de stort.